Goed, ik zit met Bas Messenmaker. Misschien degene die het kampioenschap in het voordeel van Apeldoorn heeft beslist, omdat hij net heeft gewonnen van Joost Hendriksen. Ja, Bas, vertel, hoe ging de partij? Ja, ik speelde een opening die ik ooit heb bekeken met Jeroen van Akker. En eigenlijk als wit niet constructief tegenspel heeft, dan heb je gewoon heel makkelijk centrumspel. Heb je heel veel tempi, sta je verder naar voren. En moet wit eigenlijk aan de bak. Aanvankelijk ging Joost ervoor. Maar ergens dacht hij, ik kies eieren voor mijn geld. En hij gooit mijn staart eraf, zeg maar. Die raakt eraf. En toen dacht ik, nu moet ik het spannend maken. Dus ik moet spannende zetten doen. Die deed ik ook. Hij ging steeds meer tijd verbruiken. Ik stond elke keer een kwartiertje voor op hem. Dat was wel lekker. Dat had ik bewust ook gedaan. En eigenlijk ging hij in verdedigingsmodus. En Joost die is dat wel gewend. Die kan goed verdedigen. Alleen, ik denk gezien zijn tijdverdeling en het verdedigen was niet het optimale, denk ik, wat hij neerzette. Dat was inmiddels ook geen makkelijke stand meer, toch? Op dat moment niet meer, maar hij gaat op een gegeven moment gaat hij naar 26 en 27. Ik dacht, hij gaat naar 21 en dan gaat hij een beetje omheen leggen. Maar hij liet zich eigenlijk terugdringen en ik kon elke keer verder gaan. En op dat moment dat hij offert, foutief. En ik denk dat hij op dat moment de stand nog een beetje kan verdedigen. Dan heb ik een mooie temporiseerzet die ik niet had berekend, maar die zag ik toevallig. Dat was een mazzeltje. Maar zelfs als ik die niet heb, dan sta ik gewoon duidelijk aan de leiding. Gezien het tijdvoordeel waarschijnlijk. Tijdvoordeel, maar ook gewoon met het drukken. Ik druk hem weer terug als ik die zet niet zag en dan moet hij verdedigen. Tot deze temporiseerzet was het eigenlijk meteen uit. Er was gewoon helemaal geen verdediging meer. Dus het was eigenlijk wel heel relaxed, want als je natuurlijk aan de bak moet tegen Joost in zo'n stand, die stroopt zijn mouwen op en die gaat er lekker voor zitten. Maar daar had hij geen tijd voor en geen kans voor. Ja. Dat is niet alleen tegen Joost in zo'n stand, het is ook nog eens een keertje de kampioenswedstrijd. Ja. We kijken, de belangen bij deze wedstrijd zijn altijd denk ik hartstikke groot. Ik weet niet welke afwegingen zijn binnen het team, maar bijvoorbeeld Frederik Andries speelt vandaag niet. Ja. Dus ik denk dat het druk op elke speler om ook vandaag goed te presteren. Heb je dat nog gevoeld ook tijdens de partij van ik speel tegen Hendriksen, wordt niet tot de 5 sterkste spelers van Huissen en moet vandaag van mij komen? Nou, kijk, vooraf zit je wel te kijken waar moet het vandaan komen. Dan heb je natuurlijk 4-5 borden die moeten keepen bij ons tegen Huissens topspelers. En dan heb je 4-5 borden waar je misschien kansen krijgt. Misschien niet. Ja. Mijn bord was er zeker één van. Ik heb in het verleden tegen Joost een paar keer geblunderd ook. En ook wel eens een keer gewonnen, een goede stand. Maar ik had er wel zin in tegen Joost. Ik had het aanvankelijk, vorige keer verloren dus van Jos. Had ik wel zoiets van, ik moet het een keer waarmaken. Want ik had het de vorige keer tegen Geert Perens verloren, ik ook een wedstrijd. Dus tegen Huissen is het niet al te gelukkig. Ik heb wel een keer tegen Van Neerens remise weer. En Girard sta ik ook in de plus. Maar al met al zitten er een paar spelers die me gewoon niet echt liggen. Of waar ik foutief tegen speel, blunder. En Joost ligt me wel. Hij speelt, soms gaat hij voor mij, hij haakt op een gegeven moment af. En dan heb je wel wat voordeel. En dan is de kwestie van, pak je de beste kans of niet? Op zich, ik had er wel zin in tegen Joost. Ja. En het ging steeds beter en ik zag wel kansen komen. Maar dan heb je in je achterhoofd toch zoiets van, dit kan ook de verliezen worden. Oké. Dus, en uiteindelijk lukt het dan geweldig. Worden we heel even onderbroken door iemand die aankomt lopen. Lagoda die net van de zee. Oh, dan wordt het wel heel spannend. Dus je komt weer terug aan de wedstrijd. Ja, dan hangt het misschien van Kees af. Dan zou het van Kees Thijssen afhangen op dit moment. Ik weet het niet nu. In ieder geval Bas, ik moet je in ieder geval feliciteren met het aandeel dat je vandaag hebt geleverd is duidelijk en we zullen het afwachten. En ik hoop natuurlijk voor jou en Apeldoorn maar gewoon het beste. We gaan het nu zien en we gaan nu als toeschouwers gaan we bibberen aan de zijlijn zou ik denken. Laten we dat gaan doen. Oké, dat sterkt. En hoop een goede afloop. Bedankt. Ja.